John van der Brom, morgenavond, woensdagavond, het bekerbell tegen VVV Venlo. Maar eerst, hoe gaat het met je? <laughs> nee, met mij gaat het goed. Uh, het kan altijd beter, laten we dat voorop stellen. Je weet, uh, trainen zijn dat ben je uh, 24/7, zoals ze dat dan mooi zeggen. En uh, dan, dan, dan hakt de nederlaag er iedere keer in, omdat je uh, je hele week bezig bent om, om een resultaat te halen in het weekend. Ik niet alleen, met de staf, met die jongens. En daar gaat heel veel energie in zitten. En als dat dan niet bevestigd wordt, dan, uh, ja, dan, dan neem je dat even mee. En gelukkig, zeg ik, heb je nu weinig tijd om ermee te blijven zitten. Omdat je, wat je zegt, morgen woensdag de, de beker alweer voor de deur staat. En als speler, maar ook als trainer. Is het niets lekkerder dan na een verloren wedstrijd heel snel weer uh, dat proberen weg te poetsen? En ja, daar gaan we morgen dan weer voor. Ja. Het leek alsof je die vraag niet verwachtte, maar ik kan me voorstellen dat ja, de resultaten natuurlijk ook op jou aankomen. Natuurlijk, daar, daar ben je verantwoordelijk voor. Moet je ook niet voor weglopen. Dat doe ik ook zeker niet. Uh, maar je moet wel, en dat is wel belangrijk, dat je wel altijd blijft analyseren wat er, uh, wat er gebeurt. Hoe het gaat op het veld. Hoe kunnen wij beter nog uh, voor de dag komen? Hoe kunnen we beter uh, omgaan met de kansen die we krijgen? Hoe kunnen we doelpunten voorkomen? Hè? Het gemak waarmee we goals weggeven. Ja, dat zijn wel dingen die je dan wel als trainer natuurlijk bezighoudt vanuit het trainen coach zijn. Maar ja, voor de rest zeg ik, um, ja, moet je ook gewoon door. Hè? Dus uh, zo werkt het ook. Wat ook de belangrijkste boodschap naar de spelers toe? Van je moet gewoon door naar die Nederlaag van afgelopen weekend? Wat je, wat je snel, uh, snel geneigd bent om te doen, is het overal in te zoeken behalve bij jezelf. En dat geldt voor mij, en dat geldt voor Arne en Pascal, hè, de rest van de staf. Maar dat geldt zeker ook naar de jongens toe. En blijf bij jezelf. Kijk eerst altijd in de spiegels, zoals we dat dan mooi noemen. Hey, wat heb ik nou gedaan om zondag die wedstrijd te winnen? Wat had ik anders kunnen doen? Wat had ik beter kunnen doen? Wij zijn om daarin te helpen, ook daar weer in te analyseren. En van daaruit gaan we weer uh, verder. En je moet daar ook niet al te dramatisch over doen, uh, dat dat uh, ja, tot nu, de dag van vandaag, nog steeds uh, speelt. Want gisteren heb je dat uh, met die jongens afgesloten. En ga je verder tot de orde van de dag. En de spelers willen niets liever dan uh, trainen en, en vervolgens weer spelen. Maar als spelers dan, want dat zeg je van spelers, uh, kijk eerst even in de spiegel naar jezelf. Maar wat zijn dan de geluiden die je hoort van de spelers? Nou, dat, dat sommige jongens natuurlijk, het is, het is niet te uh, gek als ik zeg dat we, ik, ik heb dat zondag ook gezegd, een beetje aan het worstelen zijn. Worstelen met... Met, met, met vorm, met vertrouwen. Wat doet dat met je? Wat doet dat met je op het moment dat je uitgefloten wordt? Hoe ga je daar vervolgens mee om? Gaat het hier erin, daar eruit? Ja, dan is het goed. Of blijf je erin zitten? Nou, daarin, dat geldt voor elke speler persoonlijk. Hij heeft daar een ander idee en invulling van en over. En nogmaals, wij, mijn staf, ik krijg ook veel over me heen. Andere mensen in de staf. Minder omdat alles zich op mij uh, focust. Niet erg, daar ben je ook trainer voor. Maar dat moet je wel met elkaar oplossen. En, uh, het is niet zo van, ja, maar ik heb het goed gedaan. Maar jij hebt het niet goed gedaan. En jij hebt het niet goed. Want dan gaan we nergens komen. Hè. Rijen sluiten. Ik zeg altijd de rug rechten. En uh, ja, borst vooruit. Uh, hoofd omhoog en, uh, en op naar de volgende. Ja. Dat is het enige remedie om, uh, om uit dit, dit soort uh, ja, mindere fases te komen. Doorgaan, inderdaad. Ja. Maar voelt de wedstrijd morgenavond tegen VVV als cruciaal? Elke wedstrijd is cruciaal. Het is toch net even anders, kan ik me voorstellen. Waarom? Omdat we weten wat, wat de beker ons uh, oplevert. Uh, of kan opleveren. En ja, ik, als ik dan de beker denk, dan denk ik aan, uh, aan twee finales die we gespeeld hebben. Niet gewonnen, overigens. Maar ja, een finale spelen. is, is op zich al heel, uh, heel uniek. Hè? Dat is een mooie, unieke prestatie die je met elkaar kan. Uh, kan beleven en nogmaals, dat, uh, daar gaat het morgen weer om. Aan de andere kant weet je ook dat, en dat blijf ik steeds zeggen, dat je een wedstrijd nodig hebt waarin je vertrouwen kunt optanken uh, tanken van goed spelen, overtuigende wedstrijd, winnen, 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 winnen. Doorkomen, dus uh, betekent dat om, om uit deze, uh, ja, laten we zeggen, vervelende periode te komen. Ja. Ga je nog uh, het nodige veranderen aan je elftal? Nou, dat, dat, dat weet ik nog niet. Ik weet het wel, maar dat, dat hou ik nog even, even voor, voor mezelf, voor, voor onze staf. En uh, we hebben nog training te gaan, dus uh, kijk, uh, fysiek, heb ik gisteren al gezien, staan de jongens er gewoon goed voor. Ze hebben ook uh, gewoon geleefd in die wedstrijd. Ik zei, ik zei tegen de jongens van, het is makkelijker voor mij als jij bijvoorbeeld, Erik, dat je geen kloot hebt gedaan, om het even zo uit te drukken. Ik mag het woord niet zeggen, maar dat je niks hebt gedaan. Dan is het makkelijk om te zeggen: Ja, maar je doet niks, dus ga er maar uit. Maar die jongens die willen allemaal dol en dol graag. En die laten dat ook zien qua arbeid en energie en fysiek, wat ze daarin leveren. Dus ze zijn ook weer in staat om dat morgen te herhalen. Ja, dat, dat neem je allemaal mee in de uiteindelijke beslissing om uh, hoe we morgen gaan spelen. Maar het gaat er niet om hoe we gaan spelen. Het elftal wat gaat spelen, ja, die moet die, die overtuiging hebben dat ze, dat ze VVV kunnen verslaan. En dat is onze taak. Ja, dat snap ik. Maar iedereen is toch wel benieuwd, zeker de az volgers van of er wat gaat veranderen. Je zegt dat wil ik nog niet mededelen, maar gaat er wat veranderen? Ja, maar dat is, nou vraag je twee keer. Ja, maar hoef je dan niet zeggen wat de invulling wordt, maar of er wat gaat veranderen? Nee. nee. Kijk, AZ staat voor een manier van spelen. En uh, het slechtste wat ik kan doen, is nu een beetje bij wijze van spreken alles in de emmer gooien, loodjes eruit halen. Wie gaat eh, dat, dat dan? Uh... Dan denken die spelers ook: hé, wat is die trainer? Nu weet hij het echt niet meer, wat gaat hij nu doen? Nee, We dus zouden redelijk de lijn vast. Ik ga gewoon uh, door in dezelfde manier zoals wij uh, heel goed kunnen spelen, want dat blijf ik zeggen. Want ook deze, uh, deze groep heeft al heel goed laten zien, elke dag in trainingen ook, hoe, uh, hoe goed ze kunnen zijn. Alleen, het moet bevestigd worden in de wedstrijd. Nou, dat is morgen weer een kans. Dankjewel.